Van harte welkom bij TSC TV met in deze aflevering aandacht voor de wedstrijd TSC tegen de Koninklijke HFC, gespeeld op 19 februari 2017. Voor ruim 500 toeschouwers op Sportpark De Lok werd op die bewuste zondag een mooie pot voetbal op de mat gelegd. Allereerst de opstellingen van beide ploegen. We beginnen bij TSC op doel van der Sman. In de achterhoede Sjakison, Zeller, Disveld en Vierek. Op het middenveld van Gessel, Vink en Maguire. En in de voorhoede Sanaki, Maria en Balrak. Dan de elf vanuit Haarlem van de Koninklijke HFC. Op doel Box. In de achterhoede Volkert, Wilfert, Opoku en Hols. Op het middenveld Tamaris, Timisela en De Visser. En de voorhoede van de Koninklijke wordt gevormd door Noordmans, Beren en Sterling. Al na 8 minuten was TSC dicht bij de openingstreffer. Emilio Vink kon alleen met een overtreding worden gestuit. De vrije trap van Rendel Sjakison werd met moeite door doelman Tom Box gestopt. Na goed een kwartier was de Koninklijke HFC dicht bij een doelpunt. Bij een vrije trap was doelman Sebastian van der Sman net te laat om Gert-Jan Tamaris van koppen af te houden. De bal vloog echter rakelings over. Een minuut later mazzelde de Tielenaren toen uit een ingooi de bal voorlangs schoot en via de binnenkant paal in de handen van der Sman eindigde. In de tegenaanval scoorde TSC wel. Gianluca Maria werd met een breedte pas vrijgespeeld. Op diens harde schot had keeper Box nog een antwoord. De rebound van Troemeen Balrak was hem echter te machtig. 1-0. Na rust moest Van der Sman 3 keer handelend ingrijpen bij een vrije trap. De rode kaart van Michael Timisela na een bewuste duwfout tegen Barry Maguire leek TSC in de kaart te spelen. De 10 van Koninklijke HFC maakte het de thuisclub echter lastig. TSC maakte veel overtredingen waardoor de luchtmacht van de bezoekers steeds weer in stelling kon worden gebracht. Maar een doelpunt kwam er niet. TSC won uiteindelijk zelfs met 2-0. In de extra tijd haalde Maria hard diagonaal uit en passeerde hij Box onhoudbaar. TSC won daardoor voor de tweede achtereenvolgende keer in de tweede divisie. Koninklijke HFC werd, zij het met de nodige moeite dus, in Tiel verslagen met 2-0. En een doelpunt voor TSC, daarmee is de wedstrijd beslist. Gianluca Maria scoorde de 2-0. Frits van den Berg, 3 punten in de knip. Dat was het enige wat belangrijk was vandaag. Maar ja, we hebben ook mooi spel gezien. Zeker in de eerste helft vind ik dat we verzuimd hebben om niet een grotere afstand te nemen. Ik denk dat we met name in de eerste helft onze beste kans hebben gehad. En ik denk ook dat een ruststand van 2 of 3-0 had gekund. Ja, dat had gekund, maar dat was niet het geval. Nee. 2 voetballende ploegen. HFC kwam hier niet om voor die goal te gaan liggen. Nou, het gekke is dat kijk, ik heb HFC een paar keer goed bestudeerd. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hele moeilijke en lastige ploeg om tegen te spelen. Buiten het feit dat er een aantal goede spelers in lopen, is het ook nog eens een keer fysiek. Is het een hele sterke ploeg. En wat mij eigenlijk opgevallen is in de wedstrijden die ik geanalyseerd heb, is dat ze eigenlijk in de slotfase bij soms wel eens kansloze situatie van 2-0 achter, dat ze dan toch nog in staat zijn om een wedstrijd weer naar zich toe te trekken. En daar heb ik mijn ploeg ook voor gewaarschuwd. Nou goed, er een kwaliteitsimpuls geweest tijdens de winterstop. Op hoeveel procent zit het elftal op dit moment? Ja, kijk, dat we nu 2 keer de 0 spelen, dat zegt eigenlijk al iets over de impuls. De kwaliteitsimpuls die we hebben achterin, centraal achterin met Daan en met Michiel. Dat zijn 2 jongens die weten wat ze doen moeten. Het zijn echte verdedigers. Ja? En dan noem ik niet dat die anderen dat niet zijn. Maar het zijn echte verdedigers. Echte winnaars. Ja, niet lullen maar poetsen om het plat te zeggen. Ja, maar niet alleen maar ballen wegrossen en dingen. Maar ook voetballen. En het feit dat we in staat zijn om op deze manier ook achterin de zaak weer zo te houden. Daardoor is Greg Vierik beter gaan spelen. Is Rendel beter gaan spelen. En eigenlijk is dat eigenlijk het werk door. Op de rest van de ploeg. Dus een stuk vertrouwen. Ja, en dat gaat zich uitbetalen. Frits, kan ik met jou een afspraak maken? Ik bedoel, als we alle wedstrijden die er nu nog te spelen zijn winnen, dan spelen we top 6. Nou, nee, kijk.
Wij gaan nu echt van wedstrijd naar wedstrijd leven. En als wij in een flow kunnen komen door te blijven winnen, dan kunnen we misschien nog best aardig wat punten bij elkaar sprokkelen. Maar één doel, en dat is veilig komen, als het kan zo snel mogelijk. En blijven we, dat we in ieder geval niet in de problemen gaan komen. Dat is ons eerste doel. Maar we hebben er pas 2 gewonnen. Hè? Oftewel handhaven. Ja, ja, en handhaven, daar gaat het om. Handhaven is het allerbelangrijkste. Ted Verdonkschot, trainer van de Koninklijke HFC. Een mooie wedstrijd gezien. Ja, dat denk ik ook. Met twee ploegen die ervoor voor gingen. En denk ik ook met bij Vlagen zeer goed voetbal. Heel veel strijd erin. Ja, en helaas valt het dubbeltje voor ons aan de verkeerde kant. Ja, kansen genoeg geweest ook voor de Haarlemse club. Analyseer even snel de wedstrijd. Nou, ik vond in de eerste helft Tech wel wat balvaster. Die vonden elkaar wat makkelijker in het positiespel. Ja, en op het moment dat wij een grote mogelijkheid krijgen om 1-0 te maken, die bal die via de binnenkant van de paal terugspringt. Ja, en in de tegenaanval maakt Tech die 1-0. Ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Want dan kunnen ze toch een beetje favoriete spelletjes spelen. Door wat compacter te gaan spelen. Nou, dan moet je er doorheen zien te komen. Dat gebeurde ook een aantal malen. Met Koen Beren die 1-1 met de keeper een beetje schuin weg vandaan komt. Ja, daar moet je natuurlijk een beetje geluk mee hebben. Maar dat is ook een kwaliteit dan om die kansen af te maken. Ja, en in de tweede helft heb ik een heel strijdbare Koninklijke HFC gezien. Wat er alles aan gedaan hebben om die gelijkmaker te forceren. Met een cruciaal rode kaart. Ja, heb je kunnen zien wat daar gebeurde? Nee, die scheidsrechter zegt net tegen me dat hij natrapte. Maar nou, volgens mij de speler van Tech die in de buurt was, interpreteerde dat niet als natrappen. Dat ze twee eigenlijk inverwikkeld waren in het teruglopen en dat ze in elkaar bleven haken. Dus, maar ja, dat gebeurt dan en dan zie je toch dat er heel veel krachten loskomen. Want zelfs met Timon hebben we geprobeerd om Tech constant onder druk te zetten. Nou, dat bleek ook wel, hè? TC had niet echt een antwoord op Timon van HFC. Nee, dat klopt. En dan moet je een beetje geluk mee hebben. Maar nogmaals, ja, dat is ook een kwaliteit om die ballen erin te schieten. Want op dat moment kregen we 2-3 goede mogelijkheden om die gelijkmaker te forceren. Ja, kijk, en dat hij dan in de laatste seconde nog valt, die 2-0. Oké, dat zei zo. Ja, het is balen, want ik vond het niet terecht vandaag. Ik vond een gelijkspel meer de verhouding, maar ja, dat telt niet. Billen knijpen voor de Koninklijke HFC als we naar de ranglijst kijken? Ja, maar dat is het hele jaar al en dat is niet alleen voor de Koninklijke HFC. Er zijn er nog een aantal ploegen en dat zal de komende weken uitwijzen wie het hoofd boven water houdt. Nou, gaan we jullie veel succes bij wensen. Dankjewel. Sebastiaan van der Sman, aanvoerder van TEC. Dit moet een lekker gevoel geven, in ieder geval die nul. De nul en winnen is altijd lekker, zeker. Maar ook het vertoonspel. Ja, we waren gewoon de betere vandaag. Hey, een paar kwaliteitsimpulsen geweest, hè, tijdens de winterstop. Dat moet goed doen. Ja, zeker. Kijk, we hebben voor de winter ook een paar goede wedstrijden gespeeld en niet gewonnen. Maar in de winter zijn er een paar jongens bijgekomen die net dat extra zetje geven. En het staat gewoon als een huis en dat zie je terug. Even korte wedstrijd, vertel. Nou, ik vond dat we prima begonnen. Mark verdient een doelpunt, zij spelen veel de lange bal. Grote sterke spits. Vooral gevaarlijk via de ingooien en vrije trappen. Maar voor de rest zijn ze niet erg gevaarlijk geweest. En als we echt nog meer gaan voetballen, dan wordt de kans. Dan maken we nog meer doelpunten, denk ik. Oftewel, top 6 moet erin zitten nog. Kampioen? Ja, nee, we moeten gewoon nu van wedstrijd naar wedstrijd. We gaan iedere wedstrijd winnen, daar gaan we voor. En dan gaat het goed komen met ons. Hey, even over jouw eigen positie. Er wordt natuurlijk flink aan jou getrokken, want je bent een hartstikke goede keeper. Maar je blijft bij Tech? Nou, zeker. Ik sta gewoon ook nog een jaar onder contract. Dus ik blijf gewoon nog bij Tech. Dan de uitslagen in de tweede divisie van deze speelronde. GVVV Una 5-1. Barendrecht FC Linde 2-2. HAC Hardenberg Excelsior Maassluis 0-3. Katwijk AFC 1-0. Kozakkenboys De Treffers 1-0. Spakenburg VVSB 1-1. En TSC Koninklijke HFC 2-0.
Dan de stand per 19 februari. Jong AZ bovenaan, 49 punten uit 21 gespeelde wedstrijden. Excelsior Maassluis, die vinden we nu terug op plaats nummer 2. 24 wedstrijden gespeeld, 38 punten. En de Kozakken Boys, die staan op nummer 3 met eveneens 38 punten, ook uit 24 gespeelde wedstrijden. TC heeft de degradatiezone nog niet verlaten, maar heeft wel aansluiting met de ploegen die boven TC staan. Onderaan Jong FC Twente, 22 wedstrijden gespeeld, 14 punten. De Koninklijke HFC, 19 punten. TSC nu derde van onderen met 23 punten, evenals Jong Vitesse. Op nummer 11 vinden we FC Linde terug met 25 punten uit 21 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers. Michiel Zeller, hij kreeg een 8. Trumain Balrak, een 7,5. Barry Maguire, een 7,5. Evenals Rendel Sjakison, ook hij kreeg een 7,5 van de jury. Sebastian van der Sman, de keeper, een 7,5. Wemilio Vink, een 7. Gianluca Maria, een 7. Daan Disveld, een 7. Gregory Vierek, hij scoorde een 7. Nemia Senaki, een 6,5. En Matthijs van Gessel, ook hij scoorde een 6,5. De eerstvolgende wedstrijd van TEC is op vrijdag 24 februari. Die wedstrijd begint om 8 uur en wordt dan op Sportpark de Lok gespeeld tegen Jong FC Twente. U bent van harte welkom. Tot zover deze aflevering van TEC TV. Graag tot de volgende keer.